Welkom bij de podcast van Soul of Inspiration. We zijn enorm blij om je deze podcast te gaan inspireren over gevoel en intuïtie. Ja, want wat is eigenlijk gevoel? En wat is je intuïtie? Nou, je intuïtie is eigenlijk je innerlijke kompas, je beste raadgever. Je intuïtie wordt eigenlijk vaak omschreven als iets weten, zonder dat je erover nadenkt. Een soort zesde zintuig. Zo kan je je intuïtie omschrijven. Ja. Het is vaak heel belangrijk om in je leven naar je gevoel te gaan. Alles wat je meemaakt, alle situaties waar je in belandt. Wij zeggen altijd, wat voel je? Vaak zijn we geneigd om direct naar ons hoofd te schieten. Waarom? Ja, ik zeg wel heel simpel, dat is de makkelijkste weg. Ja. Gelijk naar het hoofd. Dat is een soort veilige comfortzone waarin we ook die dingen echt binnen laten komen. Ja, het is wel vanaf jongs af aan hè, dat je intuïtie niet... Serieus wordt genomen. Of dat nou als je een klein kind je oma een hand moet geven. Of van de juffrouw iets moet doen wat eigenlijk tegen je gevoel in gaat. Wij leren kinderen, doe dat maar vanuit beleefdheid. Maar een kind voelt eigenlijk intuïtief al aan dat iets wel of niet klopt. En hoe komt het nou dat wij er vanaf gaan staan? Omdat we aan de maatschappij willen voldoen in een aantal factoren die voor andere mensen belangrijk zijn. Maar wat is voor jou belangrijk? En jouw gevoel en intuïtie vertelt je eigenlijk altijd direct in een paar seconden. Of het goed is voor jou. Eigenlijk is jouw intuïtie allerbeste raadgever. Je beste vriend. En hoe ga je daar nou beter naar leren luisteren? Ja, het is eigenlijk een soort magische toverstaf van... Het komt binnen, zonder verklaring. En je hebt direct een gids waar je naar kan luisteren. Een betrouwbare vriend. Als je kijkt toen je jong was. Als je opgroeit in een familie. Maakt niet uit wat voor familie waar je vandaan komt. In heel veel situaties, in heel veel families waar heel veel druk heerst, is er geen ruimte voor gevoel. Want gevoel is truttig, allemaal veel te, het is onverklaarbaar. Je hebt er geen zak aan, zeggen ze. Emotioneel. Ja, doe normaal. Doe niet zo zweverig. Hou je boerenverstand erbij. Jongen, ga dan maar, dat is beter voor je. En wat ga je dan denken? Ben ik nou gek? Is mijn gevoel gek? Want je gevoel wordt eigenlijk in de vriezer gestopt, zeg ik altijd. Ja, genegeerd. Ja. En het is verdomd lastig om dat weer op te gaan pakken, want je raakt het vertrouwen kwijt in jezelf. Mm-hmm. En waar het zaadje wordt geplant van onzekerheid, van die druk, van het wegstoppen van je gevoelens, daar begint eigenlijk alle problemen die zich later, als je volwassen wordt, zich gaan opstapelen. Want je komt dadelijk, als je zelf keuzes gaat maken, als je volwassen wordt en je gaat de verantwoordelijkheid voor jezelf moeten dragen, dan is eigenlijk je gevoel een geweldig instrument om mee aan de slag te gaan. Nou, het is eigenlijk een cadeau van het universum. Ja. Iedereen heeft een innerlijke kompas. Ieder heeft een intuïtie die hem iets vertelt. Om eigenlijk altijd bij jezelf te blijven. En om het heel mooi te zeggen, intuïtiegevoel is eigenlijk je gids voor een magisch leven. Ja, en om het iets makkelijker te maken. Je intuïtie is de ontvanger van alle onzichtbare energieën die er zijn. Dingen die je niet ziet, dingen die je gewoon binnenkrijgt. En iedereen, alles is een trilling. Om niet te zweverig te worden, dat wordt uitgezonden door mensen. En dat pakt je intuïtie, pikt het helemaal op. En daardoor krijgt jouw lichaam en geest een reactie. Dat is je gevoel. En eigenlijk is het gevoel vaak heel simpel. We hebben boosheid en blijheid. En daartussen worden heel veel dingen beïnvloed door onze behoeftes die we van binnen voelen. Mm. Kan jij dat iets beter uitleggen? Nou ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om bij de eerste stap te beginnen. Wat voor mensen herkenbaar is, is dat stel je voor je komt in een nieuwe groep. Ja, wij geven natuurlijk coaches in retreat. Er zitten een aantal mensen bij elkaar. Die kennen elkaar niet. Of je gaat naar werken, je gaat solliciteren. Je geeft iemand een hand. Of je kijkt iemand aan. Intuïtief heb je al een gevoel. Maar wat ga je doen met je hoofd? Je gaat er iets moois van maken of iets anders van maken dan je intuïtie je vertelt. Want dat sollicitatiegesprek liep toch lekker. Of het is toch bij mij in de buurt tot werk. Of dat je gevoel hebt van, weet je, die man zei het. Ik kreeg zo'n raar gevoel bij die man. Hij zei toch dat ik het heel goed had gedaan. Of hij was toch heel attent dat hij me een bos bloemen stuurde. Of het gesprek liep eigenlijk niet en mijn gevoel vertelt me dit. Dat heb ik vast verkeerd, want hij heeft de volgende dag gebeld om te vragen hoe het ging. Je bent dus eigenlijk in een split second heb je intuïtief iets doorgekregen. Maar dat hoofd maakt er iets heel anders van. Dat hoofd gaat er iets anders van maken dan je werkelijk hebt gevoeld. Dus is het belangrijk dat we gaan leren, op het moment dat we verder willen komen of op ons gevoel en intuïtie willen gaan leven, dat we gaan luisteren naar dat gevoel wat het je geeft.
Want wat is nou dat gevoel wat je hebt gehad bij die eerste seconde? Net zoals toen ik jou ontmoette, in een split second was ik overrompeld. Ik vond het een magisch moment. Mijn intuïtie vertelde gelijk dat het goed was. Mijn hoofd ging daar iets heel anders van maken. En dat is eigenlijk met heel veel situaties zo. Denk maar eens terug aan de relatie die over is gegaan. Dat was je eerste gevoel bij die partner. Ja. Je hebt heel sterk gevoel gehad, maar dat heb je genegeerd. Ja, en om het weer simpel te maken. Eigenlijk is het altijd zo dat je hebt een behoefte. En er ontstaat een situatie. En als dat niet stroomt. Dus zeg ik heb een verlangen om in eerlijkheid. En je komt in een situatie waar mensen niet eerlijk zijn. Waarin je voelt, hey, die is niet oprecht. Wat krijg je dan? Geen blij gevoel. Dan ontstaat er een soort frustratie, een boze teleurstelling. En dan denk je, waarom voel ik me nou zo? Dat komt omdat jouw behoefte niet wordt vervuld door die situatie. En daarom is het fijn als je naar je gevoel en intuïtie gaat luisteren. Ontvang je allemaal situaties die in één rechte lijn staan met jouw behoeftes. Waar komen die behoeftes vandaan? Van de ziel die je met je meedraagt. Mm-hmm. Het intense verlangen wat je met je meedraagt, door jezelf op waarde te schatten, waar we het over gehad hebben een tijdje geleden met zelfliefde, dat is essentieel. Ik schat mezelf op waarde en ik weet wat ik nodig heb. Daardoor ga ik mijn gevoel vertrouwen. Want ik weet dat is belangrijk, dat heb ik nodig. En dan ga ik alleen maar situaties aantrekken die in één lijn staan met wat ik echt diep van binnen wil, wat ik verlang. Ja, want je gevoel wil niet dat je teleurgesteld nee. wordt in jezelf. Of dat je jezelf tekort doet. Of dat je angstig wordt om jezelf te laten zien. Nee, het gaat er juist om dat je dus bij je eigen gevoel blijft. Ik kreeg daar ook een mooie vraag over van iemand die bij ons in de groep is geweest. Zegt, ja, eigenlijk wil ik nog iets met je delen. Nadat ze de eerste podcast had geluisterd, van mijn gevoel zei toen ik in de groep kwam dat ik iedereen aardig vond. Ik vond het allemaal fijne mensen, maar ik had eigenlijk meer behoefte aan tijd voor mezelf. Maar als ik dat had gedaan, dan had ik buiten de groep gelegen. Hoe kan ik hier nou in de toekomst mee omgaan? En ik schreef haar ook een berichtje van, ja, eigenlijk is het de eerste wat je binnenkwam, was dat je gevoel zei, ik heb behoefte aan tijd voor mezelf. Maar uit maatschappelijke voorbeelden of uit maatschappelijke verwachtingen sta je dus af van je gevoel en ga je dus doen vanuit je ratio wat je denkt dat die ander van je verwacht. Maar als je iets doet voor jezelf, en dat is zeker bij ons, als je naar ons toe komt, doe je echt een week lang iets voor jezelf of een aantal dagen die coaching, dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat jij er alles uithaalt. Dus ga niet voldoen aan een verwachting omdat iedereen met elkaar uit eten gaat. Of dat iedereen met elkaar een drankje gaat doen. Nee, wat zegt jouw gevoel? En als dat echt is, dat je rust nodig hebt of tijd nodig hebt om voor jezelf te nemen, doe dat dan ook. Ja, en waarom? Omdat je anders buiten jezelf komt te staan. Het is de realiteit die wij gecreëerd hebben. Doordat we niet het vertrouwen hebben gekregen van jongens af aan, of door situaties van, oké, als jij je gevoel volgt en je spreekt uit wat je nodig hebt, dan vinden wij dat niet raar. Dan vinden wij het juist fijn dat je dat doet. Nee, want vaak als je je gevoel deelt, word je gekwetst. Dan gaan mensen flink oordelen. Dan zijn ze negatief. Dan eigenlijk respecteren ze je totaal niet waar je behoeftes liggen. Dus dan gaat die druk ontstaan. Van ja, als ik tijd voor mezelf nodig heb, dan val ik wellicht buiten de groep. Dat is een onzekere gedachte. Mm-hmm. Dat is een stukje mindset. Maar die ervaring is ergens ontstaan. Dat je niet kan zeggen, joh, vanavond neem ik tijd voor mezelf, maar de groep gaat wat leuks doen. Ik ben daar niet bij, dus er ontstaat verdeeldheid. Mm-hmm. Dat is een negatieve gedachte. De realiteit zou zo moeten zijn, en dat gaat er ook gebeuren als je naar je gevoel en intuïtie gaat luisteren. Dan zul je andere mensen gaan ontmoeten, andere situaties gaan aantrekken, die zeggen van, joh, tuurlijk, kies voor jezelf, want daardoor kies je ook voor ons. Ja. Hoe beter het met jou gaat, hoe beter jij naar je gevoel gaat luisteren, hoe meer de wereld daar wat aan heeft, maar ook hoe meer de vriendschap, de relatie, je partner, je kinderen, iedereen heeft daar baat bij. Ja, en dat is ook weer wat we in het stukje zelfliefde ook hebben behandeld, verteld. Van weet je, als je juist vanuit je gevoel gaat delen, hè, dus niet dat je invult wat een ander misschien van je verwacht, maar dat je gaat vertellen van, joh, luister jongens, ik heb echt, het voelt nu voor mij echt fijn om even iets voor mezelf te gaan doen. Dan denk ik dat, en zeker in de groep met gelijkgestemde mensen, waar we dit dus mensen leren, is het juist een heel mooi voorbeeld. Dus het was eigenlijk een heel mooi voorbeeld geweest en een mooie kans geweest als je die dat moment had gepakt om wel voor jezelf te kiezen. En wat ik er ook mee wil geven is dat
dat heb je wel eens op verjaardagen en dat gebeurt natuurlijk vaker bij bijeenkomsten of zo, dat er heel veel mensen zijn bij elkaar die er helemaal niet willen zijn. Dus wij denken altijd dat de intentie van jou moet zijn om er ook daadwerkelijk te willen zijn. Dus als jij ervoor kiest om bij de groep te zijn, maar in je hart wil je eigenlijk alleen zijn, ben je voor de helft in die groep van je energie en de andere helft is eigenlijk bij jezelf. Dus je bent helemaal niet op dat moment in je ultieme balans. Nee, want die energie, die, als je half in de groep bent, gaat de energie verloren. Want je bent niet volledig in de situatie, maar die andere helft van je energie, die bij jezelf is, is ook niet volledig bij jezelf. Want het wordt in de war geschopt. Als je niet in balans bent, heb je altijd een lek. Links of rechts, je hebt een lek. Dus zorg dat je in balans bent door te luisteren naar je behoeften. En dat is wel een proces. Het is niet in één keer dat je zegt van ik wil het veranderen, dus het is gelukt. Je moet gaan vertrouwen. En vertrouwen krijg je doordat je gaat ontdekken dat het daadwerkelijk veel verschil maakt. Mm-hmm. Als je een soort van een aantal keuzes kan maken met levensreizen die voor de boeg liggen. Als je het pad kiest van gedachten, het pad kiest van gevoel, of het pad kiest van balans, gedachten, gevoel, intuïtie en in balans stromen, dan ga je dus ervaren dat je het leven van jezelf gaat leren leven. Mm-hmm. En dat je alle mensen, situaties, ervaringen, levenslessen, noem dat, ervaringen en levenslessen die je krijgt van het leven, cadeautje ook. Het is geen zware opgave, maar een cadeautje. Die gaan dus bijdragen aan de betere versie van jezelf. Omdat je luistert naar die zuivere gids, wat we intuïtie noemen. Mm-hmm. Nou, ik vind het ook wel mooi dat ze die vraag stelde, want wij kennen haar natuurlijk. En na een aantal dagen heb je iemand omdat we twee zo intuïtief sterk zijn ontwikkeld, heb je snel iemand door. En eigenlijk is dit ook precies de reden waarvoor je naar het retreat bent gekomen. Dus het is eigenlijk heel mooi dat die les alsnog een keer terugkomt, omdat het stukje zelfliefde nog mooier mag ontwikkelen, dat je dit ook durft. En we weten uit ervaring dat natuurlijk heel veel mensen hier mee te maken hebben. Heel veel mensen willen aan het maatschappelijke voldoen, aan wat de groep verwacht, wat de collega's verwachten, wat de ouders van je verwachten. Maar blijf gewoon bij jezelf. En dat is eigenlijk het mooiste stukje van om nog in te mogen groeien, is dat je gewoon de volgende keer dit wel doet. En dan ga je dus ontwikkelen. En dat is het mooie aan zelfontwikkeling. Mensen zeggen heel vaak van ja, het ziet er allemaal zo leuk uit, zelfontwikkeling. Maar het is soms ook best wel pittig. Want nu kom je jezelf natuurlijk ook tegen. Dat je misschien wel meer tijd voor jezelf had willen besteden. Ja, natuurlijk. Het ziet er ook heel leuk uit. Het is hip. Het is gezellig. We leven in de groep. In Ibiza, Noord-Holland. Het is allemaal heel leuk. Tot de eerste dag. Ja. Dan komt zelfliefde aan bod. En dan hebben mensen zoiets van, ik loop liever weg. Want ik ga echt niet diep naar binnen. Nog nooit gebeurd. Iedereen blijft maar, altijd. Maar de wrijving is er zeker wel. Ja, het is natuurlijk toch een punt wat je aanstipt. En waar je dan weer aan de slag moet gaan. Maar ik vond het een hele, hele mooie vraag. En ik denk dat je er, doordat we deze vraag delen, heel veel mensen mee kunt inspireren. Omdat heel veel mensen hier tegenaan lopen. Dus in ieder geval bedankt voor het insturen van je mooie vraag. En ik hoop dat je aan het antwoord wat hebt gehad. Ja, zeker. Met liefde hebben we deze vraag beantwoord. En wat ik ook de mensen die dan ook in de liefde die gaan daten. Of dat is ook wel zo'n leuk onderwerp tijdens de retreats, maar ook gewoon in het leven. Van, oh, leuke man, leuke vrouw ontmoet. Alles geweldig. En dan ga je doorvragen en dan ja, ze hadden wel een goed gevoel bij. Dus om het weer even terug te gaan naar hoe het dan gaat. Kijk, wij denken dan, oh, goed gevoel. Lieve man, lieve vrouw, ziet er goed uit. Leuke gesprekken. Ja, hij heeft dat ook, die hobby's en die interesses heeft hij. Oh, geweldig. We zijn gelijk geraakt. Een soort warme deken die we na een tocht in de kou om ons heen krijgen. Dus helemaal geweldig. Maar wat gebeurt er nou? Kijk, als jouw behoefte is van, hè, ik heb iemand ontmoet. Die kan vervuld worden doordat je daar een date hebt met iemand. En dan gaan we heel snel geneigd om onze behoeften een mindere waarde toe te kennen. Kijk, je kan een behoefte hebben van, joh, ik ben blij dat ik niet meer alleen ben. Ik ben blij dat iemand mij ziet. Ja. Dat is een behoefte. Maar leuke als dan gesprekken, er zijn stiltes gevallen. Precies. Dezelfde interesses, een beetje dezelfde achtergrond. Nou, en wat ga je dan doen? Vanuit verstand daten. En dan ga je dus denken, ja, maar ik had toch een goed gevoel? Ja. Nee, het gevoel komt er vandaan. Die blijheid die ontstaat is omdat je een stukje eenzaamheid is opgevuld. Het was gezellig. Ja. Maar dat is best wel een hele lage criteria. Want wat je waard bent is dat je krijgt dat iemand je ziel kan leren kennen. Dat iemand je geestelijk kan uitdagen. Maar daar ben je niet mee bezig. Want je gevoel is al lang gebaseerd op, oh, ik heb iemand ontmoet. Leuk. Ja. En dus wat gaat er nog gebeuren? De behoefte is vervuld van
Dat je geen vrijgezel meer bent. Dat je iets leuks hebt om uit te kijken. Dat je samen kan koken. Dat je niet meer alleen je eigen maaltijd hoeft te maken. Dus die behoefte is vervuld van dat die leegte. Die is eigenlijk opgevuld. Maar het zat hem niet in hem. Altijd als wij vragen terug naar de eerste ontmoeting, krijg ik altijd een zuiver antwoord. Want die eerste intuïtie, het eerste paar seconden, zijn essentieel. Zijn je allerbeste raadgever. Die vertellen je altijd, altijd, altijd het juiste. En dat is niet van, ik zie een sexy man in de sportschool. Het is mijn type, want ik val op donker haar met blauwe ogen. En oh, ziet hij er goed uit. En hij heeft ook nog een leuk gesprek. En hij kan lekker koken. Nee, in je eerste gevoel. Je allereerste gevoel, je intuïtie heeft je al iets verteld. Misschien wel, een foute man. Of dat is er weer eentje in de rij van die ik al heb gehad. Wat ik al weet dat ik niet werkt. Ik ben vast niet zo speciaal voor hem. Ja. En dat is een intuïtie. Maar daar wil jouw hoofd niet aan toegeven. Die denkt, nou echt niet. Ik ga niet eerlijk zijn naar mezelf. Nu ben ik blij dat ik iemand heb. Ik moet niet zo zeuren. Hij is toch wel leuk. Omdat je die behoefte zo graag gevuld wil hebben. Dat je het bij die ander gaat zoeken. Hoewel het bij jou ligt. En dan gaan we altijd. Uiteindelijk komen mensen dan. 2 jaar, na 2 weken, na 10 jaar, worden ze wakker. Want dan gaan ze doorhebben. Hé, ik heb meer behoeftes, ik ben meer waard dan dat. Dan denk ik, had ik maar naar mijn gevoel en intuïtie geluisterd. En dan zeggen ze ook wel eens, maar ik had toen toch zo'n goed gevoel. Ja, dat gevoel was gebaseerd op die kleine behoefte die is vervuld. Ja. Maar dat gevoel was niet gebaseerd op, dit is mijn partner voor eeuwigheid. Die wil ik heel mijn leven delen. Dat is niet je hart die sprak. Dit is de wederhelft van mijn ziel, dit is de wederhelft van mijn hart. Dat was het niet. Innerlijke kompas heeft je in die eerste seconde al iets verteld. En misschien herken je het ook wel dat je wel eens op een trap dat je achteraf denkt van ik heb mijn gevoel, ik heb iets gevoeld, maar ik heb het totaal genegeerd. Dat gebeurt best veel. Want dan denken we, nee, maar dat kan nooit. Ik dacht nog eventjes, hoe vaak hoor ik dat niet mensen zeggen? Je zei dat je dat iets goed voelde, maar je hebt er eigenlijk helemaal niet naar gehandeld. Nee. Nou, en wat heb je dan... Wanneer had je zo'n moment? Dat is dan de eerste vraag. Van, kan je nog zoiets herinneren van jezelf dat je dat had? En wat heeft het je geleerd? Wat heeft het je nou geleerd dat je gevoel en intuïtie hebt genegeerd? Ja, we hadden een keer ook een heel mooi antwoord van iemand die zei... Wat heb je geleerd als je wel naar je gevoel luistert? Toen zei ze eigenlijk, zo simpel kan het zijn dat ik leef. Ja. Ze voelde haar energie voor zichzelf... En de energie van de situatie waarin ze zichzelf heeft gebracht door naar de gevoel en intuïtie. Ze leefde weer. Ja. Zonder oordeel, zonder onrust. Ze mocht vrij in rust met zichzelf leven. Ze had weer het overzicht, de energie om te ervaren waar ze mee bezig is in haar leven. Alles kreeg een hele andere dimensie. Ja, en eigenlijk ook een andere betekenis. Want ze was zich nog nooit zo heel bewust van wat haar gevoel en intuïtie was. En er was echt geen vrouw met een bezem hoor, die klaar stond. Er was echt een hele nuchtere vrouw die zei van, ik heb hier gewoon nooit bij stilgestaan. En nu heb ik het moment dat ik denk, ja wauw, ik leef. Op het moment dat ik naar mijn gevoel en intuïtie ga, leef ik. Ja, en misschien is het ook wel fijn om even terug te gaan naar hoe het in jouw leven kan gaan. Als dat je zegt, ja soms is het wel lastig. Want kijk, je leeft niet alleen, maar zeg ook als tegen mensen, stel je zou op een onbewoond eiland zitten met jezelf. Zou je het dan lastig vinden om naar je gevoel te luisteren? Nee. Heel vaak zeggen mensen dat het komt door externe factoren, dat ze het spannend vinden om het gevoel toe te laten. En dat ze snel naar hun hoofd te gaan door hun gedachten, een illusie over wat hun denken dat anderen van hun vinden. Maar ook door de druk die ze hebben, ook door de... beloftes die ze maken naar de wereld om zich heen, om aan een plaatje te voldoen, maar van binnen willen ze dat helemaal niet zijn. Dus ze negeren hun gevoel en dan gebeurt er ook enorm veel ellende, want je lichaam zegt eigenlijk heel plat, zegt fuck you, en je geest ook, want die hebben daar geen zin in. Nee. Die willen gewoon weer terug naar de pure ik, het gevoel en intuïtie. Ik heb van de week een heel leuk berichtje van iemand die zei van, ik zit nu onder een dekentje met een kopje thee op de bank, jullie podcast luisteren. En het geeft me zoveel inspiratie en weer die zelfliefde die ik langzaam weer een beetje aan het vervagen was. Maar ze zei, ja, ik heb iets gedaan wat mijn gevoel, mijn intuïtie vertelde. Ik heb namelijk ziek gemeld. Ik voelde dat ik aan alle grenzen overliep. En ik dacht gewoon, ik meld me ziek. En dat zei ze, een half jaar geleden had ze het nooit gedaan. Maar nu heeft ze het wel gedaan.
En ze was echt trots op zichzelf. En ik vond het heel mooi dat ze deed. Niet dat ik iedereen wil dat ze zich ziek gaan melden hoor. Maar ik vond het zo mooi dat ze naar de gevoel was geluisterd. En misschien wel door die ene dag extra rust die ze heeft genomen, kan ze het weer kaart tegenaan. En dat is het mooie van, weet je, gewoon puur naar je gevoel en intuïtie luisteren. Ja, wat is dan, we zeggen als wat is dan een goede tip om dat te doen? En dan gaan we allemaal moeilijke dingen verzinnen, maar de sleutel tot het succes is, gun jezelf de rust om te gaan voelen. Om te gaan luisteren. En vertrouw op de kracht van het leven. Dus als je je gevoel volgt, dat er nog zoveel moois op je wacht. Want je doet jezelf tekort. Je wordt geboren in liefde. En het universum heeft één plan voor jou. En dat is dat je krijgt alle ruimte en alle levenslessen, alle tijd om jouw levensreis te mogen bewandelen. Dat is geweldig. Maar ze willen ook dat je jezelf op waarde schat. Ja, dus we hebben twee tips voor je, twee stapjes die je kunt maken om beter naar je gevoel en intuïtie te luisteren. En dus eerst natuurlijk, luister. Vul niet in, maar luister naar wat je gevoel je vertelt. Ga dus ook goed voelen. En als je dat lastig voelt, kun je bijvoorbeeld denken aan hoe voel je vandaag? Of hoe was het om te douchen? Of hoe smaak je wijn of je kopje thee? Dat zijn al dingen die je kunt voelen. Het zijn hele kleine dingen. Hoe voelt het als iemand je een knuffel geeft? Ja, dat lijkt misschien een beetje slappe hap als je dat zo zegt van hoe voelt het om te douchen? Het wordt ook vaak belachelijk gemaakt, hè? Dat we bij ons gevoel gaan stilstaan. Zeggen we, joh, schrijf met dat gezeur. Ja. Maar vaak is dat wel het begin. Ja, het mooie is ook van hoe vaker naar je gevoel en intuïtie gaat luisteren. Dus je hebt een gevoel over iets en je gaat ernaar handelen. Dus de tweede stap is ook actie te ondernemen naar daadwerkelijk wat je gaat doen, wat je zo graag wilt, als je het voelt. Dus als je het voelt, ga je er ook naar handelen. Dus je voelt dat iemand niet te vertrouwen is. Handel ernaar. Voel als je voelt dat iemand liefde te geven heeft. Handel daarnaar. Dat betekent, hoe vaker jij dat gaat doen, en hoe vaker jouw intuïtie klopt, des te mooier is het, maar des te meer zelfvertrouwen krijg je. Want je weet dat die innerlijke kompas je altijd wijze raad geeft. Ja, en dat het leven vraagt dan wel van je, wil alsjeblieft stap uit je comfortzone. Mm-hmm. Want je moet jezelf gaan durven laten zien. Ja. Je moet in het licht gaan staan. Want dit is wat mijn gevoel me vertelt, mijn intuïtie me vertelt. Dan komt de puurste versie van jezelf naar buiten toe. En vertrouw er dan op dat je heel veel mooie dingen gaat brengen. Ja, precies. Want dat is echt zo, hoe vaker je dit gaat doen, hoe mooier het is. En hoe meer vertrouwen je krijgt dus in jezelf. En hoe meer je gevoel en intuïtie dus ook gaat spreken. En hoe dichter je bij de magische reis komt. Want de intuïtie heb je gekregen om je magische reis te bewandelen. Voor jouw magische leven. En dan denken we vaak van ja, als ik naar mijn hart ga luisteren en mijn gevoel en intuïtie gaat volgen, wordt het dan allemaal niet, ga ik dan allemaal geen impulsieve keuzes maken? Ga ik dan niet in één keer dingen doen waar ik later enorm veel spijt van krijg? Want dan ben ik misschien wel uit balans, ben ik mezelf niet meer. Dan ga ik een beetje zweven, dan ga ik op zo'n wolk een beetje over de wereld heen reizen. Dan zeggen wij ook altijd, als jouw gevoel en intuïtie openstaan, die willen dat je in balans blijft. Die willen jou naar de juiste, naar de enige weg wijzen waar je thuis hoort. Dus dan is het antwoord nee. Dan blijf je in balans. Want dan gaat jouw mindset, jouw gedachtegang, gaat in reine komen met je gevoel. Want je gevoel en intuïtie reinigen de negatieve gedachten die je hebt. Die gaan jou laten ervaren dat je op jezelf kan vertrouwen. Die gaan jou waardering geven. Die gaan jou rust geven. Die gaan jou onafhankelijkheid geven. Die gaan jou waarde geven, waardoor jij gaat voelen, maar niet alleen voelen, maar ook gaat geloven, dus dat is dat mindset, ik mag er zijn. Ik ben liefde waard. Ik mag erop vertrouwen dat het leven altijd een mooie boodschap voor mij heeft. Nu, maar ook in de toekomst. Ik mag erop vertrouwen dat als ik mezelf overgeef, dat ik allemaal mooie situaties op mijn pad krijg, waar ik van tevoren niet had kunnen bedenken. Nou, dat is het mooie natuurlijk van als je intuïtie volgt, dat ze eigenlijk altijd bijdragen aan een magisch leven. En dat is fijn om daarmee je dag te beginnen. Niet gelijk in de hurry of niet gelijk in de stress schieten als je wakker wordt en je moet nog zoveel dingen doen, want dan loop je gelijk erover in je hoofd. Ga dan eens naar het gevoel. Wees altijd dankbaar. Dat is altijd stap 1. Ga dan bewust, wat heb ik nodig vandaag? Voel elke stap die je zet, want dan komt ook niet alleen de energie binnen die je nodig hebt
om de dingen te kunnen doen. Maar ook de kracht en wijsheid komt naar binnen om dat weer te kunnen uitzenden. Mm-hmm. Want dan krijg je zuivere bron om naar binnen en die zuivere bron kan ook weer naar buiten. En wat belangrijk is, zeker een tip die we je mee willen geven, dat je gewoon rust creëert. Dus dat er ruis weg is. De ruis van bijvoorbeeld negatieve mensen. De ruis van de frequentie waar je op zit, wat niet positief voelt, maar negatief. Bijvoorbeeld de prikkels van de mobiele telefoon. De internet, de social media, alles kan wachten. Ga eerst zorgen dat je tot rust komt. Neem een moment tijd. Ga lekker in bad. Neem een moment om eventjes tot jezelf te komen. Ga mediteren. Mediteren doen wonderen. En als je mediteren lastig vindt, let gewoon op je ademhaling. Dat is ook al een hele grote stap vooruit. Dus zorg eerst dat je rust hebt en dat je in balans bent. En ga daar vanuit daar minder denken. Denken is vaak niet de oplossing, maar voelen wel. Voelen en naar je intuïtie gaan. Dat zijn de dingen die je vragen verder gaan brengen. Je kunt vragen aan jezelf stellen bijvoorbeeld, van waarom voel ik me zo? Wat is nou de reden dat je soms ineens zo anders voelt? Nou, dan stel je dus een goede vraag aan jezelf. En dan ga je naar wat er is veranderd. En denk je, ik heb iemand ontmoet die helemaal niet goed voelde. Of ik heb iemand ontmoet die geweldig voelde. En dan ben je met jezelf bewust aan het leven. In plaats van dat je gelijk beïnvloed wordt door anderen. Door de maatschappij, door de druk die er eerst. Blijf bij jezelf. Neem de tijd voor jezelf. Want jij bent het belangrijkste van het leven voor jezelf. Maar ook, jij bent het begin en het einde van je dag. Ja, dat is echt zo. Je dankbaarheid, als je begint met dankbaarheid en je eindigt met dankbaarheid, heb je altijd een mooi leven. Want er is zo ontzettend veel om dankbaar voor te zijn. Er zijn zoveel zegeningen. En ga er ook vanuit dat je het universum kunt vertrouwen. Je hebt die intuïtie echt gekregen om er iets moois mee te doen. Om bij te dragen aan een mooier leven voor jezelf. Waardoor je een mooie persoon bent voor jezelf. Maar ook voor de mensen om je heen. Dus kun je licht gaan verspreiden. Dus wat kan er gebeuren als je je gevoel en intuïtie gaat volgen? Het ergste wat er kan gaan gebeuren is dat je gaat leven. Ja. Dat je een puur leven aangaat met jezelf. En daardoor ook alle situaties en levenslessen gaat aantrekken. Die bijdragen aan de levensreis. Waardoor je uitkomt bij die bestemming. Dus hoe mooi is eigenlijk je gevoel en intuïtie? Iets om zeer dankbaar voor te zijn, maar ook zeker mee te gaan oefenen. Om steeds meer op je gevoel en intuïtie te gaan vertrouwen. En kijk wat er voor moois gaat gebeuren. En zie alles als een reis. Zie elke dag als een mooie reis. We worden geboren en we mogen op een dag gaan we de aarde verlaten. Maar elke dag die je krijgt is een cadeau, maar het is een reis. Dus er bestaan geen fouten, er bestaan alleen maar ervaringen. Alles heeft een oplossing, alles heeft een diepere laag, diepere betekenis. Maar dat antwoord schuilt in jouw intuïtie. Wat maar een paar seconden duurt. Want je kan het niet verklaren. En waarom kunnen we het niet verklaren? Omdat het wordt ingegeven. Dat is het mooie. Want als we het wel konden gaan kunnen verklaren, dan gaan we weer naar ons hoofd. En daarom is het intuïtie het zuiverste cadeau wat we hebben gekregen van het universum. Dus luister ernaar en ga op je gevoel en intuïtie vertrouwen. We vonden het heel fijn om weer mee te mogen nemen op reis met het gevoel en intuïtie. En we kijken ernaar uit om weer de volgende keer te mogen inspireren met een magische podcast. We gaan het de volgende keer hebben over overgave. Overgave en vertrouwen. Heel belangrijk. En zeker ook de laatste stap van waar je geen controle over hebt. En dat is, je kan die energie geven. Maar overgave betekent dat je erop vertrouwt dat je mag ontvangen. Dat je het waard bent om te kunnen ontvangen. Want wat nou als je alleen maar geeft aan het universum, maar je blokkeert de weg terug. Je blokkeert het cadeautje wat het universum jou te bieden heeft. Dan ontvang je niet. En dat is ook overgave. Ja. Het is allemaal energie. Ja. Je moet het allemaal zien als energie. En wat je weggeeft, kan je ook gewoon terugkrijgen. Dus bedankt voor het luisteren. En we inspireren graag de volgende keer in een nieuwe podcast. Ja, tot de volgende keer. En super bedankt.